Hallo, dag liefste maagd. Mijn naam is Gail en welkom op jullie wekelijkse tarotlezing. Deze lezing is goed voor maagd, zowel in zonteken als ascendant als eventueel ook maanteken. Deze lezing zal gaan over de aankomende eclipse of maansverduistering die valt op de 18e september. Nu, die specifieke datum, dat is wanneer dat die maansverduistering het meest volledige zal zijn. Maar wij zitten eigenlijk nu al volledig in de energieën van de eclipse. En we zullen daar zeker een week tot bijna 2 weken na de maansverduistering nog in hangen. Dus een zeer belangrijke eclipse. Ik heb daardoor ook een aparte video gemaakt op astrologisch vlak met wat meer informatie voor jullie om te weten wat jij kan verwachten tijdens de aankomende eclipse. Dus je kan zeker eens gaan kijken mocht je dat interesseren. Ik zal hier, voor ik overga naar de tarotkaarten zelf, heel kort bespreken in welk huis, in welke regio in jouw leven jij dit als maagd kunt voelen, als het ware, waar jij dit kunt meemaken, deze maansverduistering. Nu, voor jullie is het wel een speciale maansverduistering, zeker voor de ascendant maagd. Daarna kijk je best ook altijd naar je zonteken. Maar hij valt in je zevende huis. Je zevende huis op astrologisch vlak is het huis van je relaties, je één-op-één relaties. Dat is breed, hè? Dat is niet enkel je romantische relatie, maar het is met iedereen waar jij een relatie mee hebt. Een één-op-één conversatie, relatie in jouw leven. Dat zijn je sociale cirkels, dat zijn je vrienden, je familieleden, je moeder, je vader, je nichten, je neven, je broers, je zussen, je werknemer, je collega's, de bakker, dat je elke dag misschien naartoe gaat. Noem maar op, elke één-op-één relatie. Nu, volle manen die spreken meestal over iets afronden, nieuwe inzichten creëren, zodanig dat we iets kunnen loslaten, zodanig dat we terug vooruit kunnen gaan in een nieuw jasje, als het ware. Dus ik denk, zeker ook omdat de zon nu in maagd staat, dan denk ik gewoon dat velen voor jullie in jullie relaties, dat je dient op te letten dat je niet te veel je logica gebruikt. De zon is het yang, ik zou maar zeggen planeet, dat is de yang-energie, dat is de mannelijke energie, dat is meer de rationele energie. De maan wordt gerelateerd met de yin-energie, wordt meer gerelateerd met de emotionele zijde, is meer de vrouwelijke energie. Dus omdat de zon in jouw teken staat, ga jij de neiging hebben om meer te reageren op een logische wijze, nadenken op een logische wijze. En eigenlijk met deze volle maan, supervolle maan ook, want die staat heel dicht bij aarde nu, en daardoor gaat die ook groter lijken, maar die impact is daardoor ook groter in ons leven, wordt er echt gevraagd om te luisteren naar jouw buikgevoel, jouw intuïtie, die intuïtie van vissen. Dat is jouw tegenovergesteld teken waar de maan zich nu in bevindt. Dus het kan zijn zelfs dat in bepaalde relaties dat jij voelt dat er iets niet helemaal correct is, dat jouw buikgevoel jou iets aangeeft en dat jij dan met jouw logische zijde aan het nadenken bent van dit of dat of dit. Ja, ik ga het zo benaderen of zo benaderen. En daar vragen die energie om echt te gaan luisteren naar jouw buikgevoel. Jouw buikgevoel is bij aan het schreeuwen, is iets jou aan het vertellen of wens jou iets te vertellen met betrekking tot een of andere relatie in jouw leven. Dus ik wens er heel hard aandacht op te zetten. Luister naar jouw buikgevoel, zeker voor de volgende 2 weken. Deze volle maan die wenst jou zicht te geven, die wenst jou inzicht te geven, die probeert iets te belichten in bepaalde relaties die dienen belicht te worden. Zodanig dat je misschien kan werken aan iets, zodanig dat je iets kan loslaten. Afronden en loslaten, die dient afgerond te worden of losgelaten te worden. Hè? Dus dat buikgevoel voor jullie is zeer belangrijk. En vertrouw daarin buitenmate op jezelf. Jouw ziel, jouw buikgevoel, die wens jou echt wel te begeleiden. En van binnenin weet jij wel waar de weg vooruit is voor jou. Dat is de grootste boodschap die ik wenste mee te geven voor jullie voor deze aankomende maansverduistering. En ik spring heel graag over naar de lezing zelf. Eventjes kort bespreken hoe ik te werk ga tijdens een tarotlezing. Ik begin mijn lezingen altijd met enkele orakelkaarten. Die leggen heel mooi de basis. Daar springen tal van mooie boodschappen uit naar boven. En daarna spring ik direct over naar de tarotkaarten zelf. 3 zaken ga ik jullie nog vertellen. 1. Weet dat al mijn decks op voorhand zijn geshuffeld, want dat doe ik off-camera. Het duurt gewoon te lang anders.
De meeste van mijn decks zijn Engelstalige. Ik zal ze sowieso direct vertalen en verklaren uiteraard voor jullie. En dan ook voor de mensen die nieuw zijn, geef ik heel graag ook mee dat jullie weten dat ik tweetalig ben. Heel korte informatie over mezelf. Waarom zeg ik dit? Omdat ik luidop connecteer met mijn kaarten tijdens een reading, maar in het Engels. Ik ben Vlaamse, maar ik ben ook een Britse daardoor. Dan denk ik, als je mij voor de eerste keer hoort, kan het misschien wel wat raar lijken. Daarom die informatie. Goed, en voor de mensen die interesse hebben in een online privé consultatie bij mij, kan je dit ook altijd aanvragen. Daarvoor dien je mij gewoon een mailtje te sturen naar gailstarot@gmail.com. En via wederkerende mail geef ik je de nodige informatie om wat jij kan verwachten. Dan heb ik alles gezegd. Wij duiken er direct in. Ik heb er eigenlijk ook eens een astrologisch deck bij gehaald. Dat is een heel groot deck. Mijn hand past er volledig op. Shuffelt niet gemakkelijk daardoor. Er zitten heel mooie boodschappen in. Dus ik wou het jullie niet ontzien. We gaan eens kijken. Hè? Show me what I need to know, please. For Virgo, for this upcoming eclipse. For the collective. Any general messages, please. Okay, any messages, please, you have for the collective. For Virgo, please. Thank you. Anything else, please? Thank you. Nee, twee kaarten. Die flipte ook. Wauw. Er zit maar één kaart in dit deck. Die spreekt over de eclipse zelf. Dan trek je de kaart van de eclipse. Hier zie je het heel mooi op die kaart. Dus het is een eclipse. Eclipse is het moment waarin dat de zon... het is de zon die de maan belicht. De maan schijnt niet, dat weten we waarschijnlijk allemaal. Maar op het moment dat er een eclips is, zal de aarde tussen de zon en de maan komen. En die aarde verduistert gewoon het zonlicht, zodat het zonlicht niet meer tegen die maan kan komen. Dat ziet er dan eigenlijk zo uit. Nu, deze eclips, deze maansverduistering is gedeeltelijk. Waarom is dit? Omdat de aarde niet helemaal op dezelfde lijn zal zitten als de zon en de maan. Die zal precies een beetje lager of een beetje hoger hangen, dan weet ik niet van buiten. Waardoor je maar een gedeeltelijke eclips zult hebben. Nu, een eclips zijn meestal... Dat is een threshold, staat hieronder. Dat is een portaal, dat is een opening. En vaak heel veel astrologen zijn heel lyrisch over eclipsen, omdat het echt wel een moment in de tijd is, in de energieën waarin het negende huis ligt hier ook, waarin de spirituele wereld ietsje tastbaarder wordt, waarin onze intuïtie ietsje scherper ook wordt. En dat is net zo van belang bij jullie, om te luisteren naar die intuïtie, want die wordt ook aangewakkerd bij jullie. Dus het is zeker alvast het moment om te gaan luisteren daarnaartoe. En zoals ik zeg, jullie hebben de ninth house getrokken. Er zijn twee grote spirituele huizen in de astrologie. We hebben 12 huizen. Het negende huis is het huis van ontdekkingen, iets leren. Vrijwel meestal ook op spiritueel vlak of zeker geconnecteerd met spirituele praktijken zoals een cursus aangaan of ik ben iets over mezelf aan het leren op het vlak van mindfulness. Ik ben meer aan het luisteren naar mezelf, mijn intuïtie, die intuïtieve gaven, talenten van jou, liefste maagd, want jullie hebben die zeker en vast. Die kunnen aangewakkerd worden. Hè? Jij begint meer inzichten te creëren daartoe. Het negende huis is voor mij ook het huis van verre reizen maken. Op reis gaan, andere culturen leren kennen. Andere mensen leren kennen. Om meer informatie op te doen. Al deze dingen kunnen nu momenteel geheightend worden. Fantastisch. Oké. Dan neem ik het volgende deck erbij. Here we go. Okay, show me what I need to know, please, for Virgo. For the collective. Any general messages, please. Thank you. For this upcoming eclipse, please. Thank you, Papa. Ik heb de keuzekaart. Making a choice. Ja, ik denk dat er enkele onder jullie, zeker op relationeel vlak, zoals ik al aangaf, maar dat kan breed zijn, hè, maar dat je misschien op het punt nu staat momenteel om een bepaalde belangrijke keuze in jouw leven te maken. Dit pad leidt tot een keuze, een tweesprong. En dan, welke deur is voor jou? De ene deur leidt tot die nieuwe wereld en de andere deur leidt tot deze nieuwe wereld. Eén van die twee werelden zal het best voor jou passen. Welke dat is, dat laat ik helemaal aan jou over. En daarvoor dien jij jouw intuïtie te gebruiken. Creatief, out of the box, anders gaan nadenken dan jij gewoon bent. Zeker je logica niet te gebruiken. En ik heb Peaks of Joy. Ik heb
Kijk eens, allemaal nummer 3. Dus het kan zijn dat jullie veel 3'en zullen zien. Of de nummer 30, 33, 3 keer 3 zullen zien. Al deze zaken kunnen naar boven komen. Peaks of Joy, het is het moment om meer te genieten ook van het leven voor mij als ik die kaart krijg. Genieten, je ziet hier ook de butterfly. Dat is het symbool of de vlinder is het symbool van transformatie, verandering. Iets is aan het veranderen in jullie leven. Misschien ben je meer inzicht aan het creëren. Dan mindfulness, dat spirituele praktijken jou meer plezier kunnen geven. Algemeen, je kan misschien inzicht creëren hoe je meer plezier in het leven dient te maken. Het moet niet allemaal zo serieus zijn. Het moet niet allemaal zo perfect zijn. Je mag ook wel gewoon wat loslaten. Deze kaart, fantastisch. Oké, het volgende deck. Dat is een Moonology deck. Zullen we zien wat we hier krijgen voor jullie. Show me what I need to know, please, for Virgo, for the collective, please. Any general messages for Virgo. For the collective, for this upcoming eclipse, please, show me. Papa. Anything else, please, thank you. En op de grond. Oké. Okay. Oh, nice. Oké. There's a full moon in Cancer. A personal issue reaches a resolution. Ja, een persoonlijke, ik zal maar zeggen, een persoonlijk issue, voorval, komt op zijn einde. Volle maan hebben we al gehad. Kreeft is emotioneel, is het zusterteken van de vissen. Zeer intuïtief, zeer liefhebbend, zeer emotioneel geladen, zeer alert ook. Dus iets met betrekking tot jouw emoties, hoe jij je voelt, iets, een probleem zelfs, iets waar je mee zat, zal opgelost worden, wordt afgerond, wordt bekeken, wordt niet geanalyseerd, wordt vanuit je buikgevoel bekeken en dan kan je dat ook plaatsen. Prosperity lies ahead, fantastische kaart. Kijk, dit is opnieuw een eclipse kaart. Dit is opnieuw een eclipse hier die toont. Zelfs kan je het gevoel hebben nu momenteel dat niet alles eventueel duidelijk is. Die eclipse, die maan, het licht van de maan wordt verduisterd. Dan zitten we in de donker. Ik ben nog niet zeker wat er op mijn pad komt, wat de volgende stappen zijn. Zal alles oké komen? Zal mijn leven in orde zijn? Enzovoort. Al deze zaken, al deze vragen. We kunnen naar boven komen met die kaart. En dan komt die kaart jou te vertellen. Absoluut. Alles komt goed voor jou. Prosperity lies ahead. Prosperity is beelden. Het gaat goed komen. Mooi. Dus ook heel mooi ondersteunend. Zeker ook op financieel, materieel vlak. Hè? Want Taurus heeft te maken met het tastbare in ons leven. Te maken met materiële zaken. Eventueel ook daar weet dat jij naar betere tijden gaat. Oké, dat is zeker een belangrijke boodschap voor enkelen. Oké, het volgende deck. Oké, show me what I need to know, please. For Virgo. For the collective, please. Thank you. Okay, anything else, please, for this upcoming eclipse. Thank you very much. Oh. En dan 4 kaarten. Oké, ik ga beginnen met de Solitude kaart. Dat is een krachtige kaart, want ik ga daar direct de Power kaart ook bij halen. Die twee zijn voor mij gelinkt. Waarom? Bij deze soort krachtige supermanen, maansverduisteringen, zijn die energieën heel zwaar aanwezig. En wordt er aan bijna ons allemaal gevraagd om wat tijd te nemen voor jezelf. In solitude. Om daar terug in jouw kracht te kunnen komen. De tijd die je kan nemen, innerlijk werk doen, wat in stilte vertoeven, eventueel mediteren, doen wat jij lekker leuk vindt. Liefste maagd is hier nu van belang. Dit kan jou inzichten geven, want hier zie je dat die volle maan terug schijnt. Ja? Dus de kracht van eventjes alleen te zijn, leidt tot nieuwe opportuniteiten. Alsjeblieft, de nieuwe maan, nieuwe opportuniteiten liggen voor je, nieuwe inzichten, nieuw zaadje planten. En er wordt eigenlijk gewoon gevraagd aan jou om vertrouwen te hebben. Vertrouwen in een bepaald proces. Want hier zie je die nieuwe maan. De nieuwe maan komt dan binnen 2 weken, dus dat zal ongeveer begin oktober terug zijn. Voor mij is al een mooie periode om prosperity lies ahead. Vanaf oktober kan het wel zijn dat heel veel van jullie terug nieuwe blik zullen hebben naar jullie toekomst. Mooi. Oké, dan ga ik toch nog een laatste kaart uit dit deck erbij nemen. Ik heb er hier al veel liggen. Ik zal ze eventjes opschuiven. En dan gaan we over naar de tarotkaarten. Alright. Oké.
Okay, give me one last message, please. For Virgo, for the collective. One last message, please. Thank you. Okay, that's it. I can hier terugleggen. Mooie kaart. I am at peace with my past. Ja, dat is het verleden loslaten. Hè? Het is tijd. Hier zie je de tijdzone. Het is tijd om je verleden los te laten. Het is tijd om niet meer te blijven hangen in het verleden. Het is tijd om die wonden van het verleden ook ergens wel los te laten en ze te kunnen plaatsen. Anders neem je ze mee voor de rest van je leven en blijft dit als een etterende wonde hangen in die buikregio, liefste maag. Dus loslaten, laat het verleden los. Focus je op het hier en nu, wie jij bent. Dat is belangrijk. Leef in het nu. Oké, fantastische mooie boodschappen, vind ik dan toch altijd. Oké, ik neem er de tarotkaarten bij. Ik neem terug algemene boodschappen voor jullie. Het zijn kaarten die eruit flippen. Ik zal ze tonen aan jullie en dan enkel die nodig zijn, verklaar ik nog met een tweede dek dat klaar ligt. Oké, here we go. Oké, show me what I need to know, please. Thank you. Op de grond. Voor Virgo, please, voor de collective. Voor de upcoming eclipse, thank you. Show me what I need to know, please. Thank you. Any other messages, please, for the collective, for Virgo. Thank you. En dat zijn de twee. Stalen buikspieren heb ik al van telkens van die kaarten die op de grond vallen. Wat hebben we hier? Ja, jouw intuïtie komt hier al direct naar boven, hè? Ik heb wel beide hier. Mm-hmm. Oké. Ik begin met de Queen of Cups. Nu, de Queen of Cups, dat is een viskaart. We hebben die maan nu in vissen. Ik heb het al gezegd, dat is jouw tegenovergesteld teken. Dat toont al voor mij aan dat de periode is echt 100%, ik herhaal me daarin, maar dat je echt niet te vertrouwen op jouw buikgevoel, jouw emoties. Iets wenst naar boven te komen, iets wenst jou een boodschap te geven. Liefste, en het ligt onder die eclipse, liefste maagd. Dat is twee voetjes op de grond houden ook. Dus luisteren, gewoon luisteren naar jouzelf. Nu, ik ga wel er nog iets bij zeggen. Dat is de meest spirituele kaart dat er is. Hè? Dat is de High Priestess. Ja, dat is, voor mij is dat een mystieke kaart ook. Voor mij is het verbonden aan mystieke gaven. Jij hebt waarschijnlijk heel veel mooie mystieke occulte gaven die jij aan het cultiveren bent nu momenteel. Probeer daar wel een evenwicht in te bewaren. Want als ik die twee kaarten samen krijg, dan is dat heel krachtige energie. Dat is heel krachtig overheersend naar de spirituele, emotionele zijde. En waar ik net aangaf van luister naar jouw buikgevoel, hebben we hier toch één pilaar die ook aangeeft om toch jouw rationele zijde niet 100% te vergeten. Dat vind ik van belang, dat we mogen nu, en zeker jij liefst geen beslissingen maken op rationele basis, maar je dient er niet volledig weg te duwen, dient daar wel een balans te zijn. Maar ik denk dat er velen onder jullie momenteel een upgrade ook maken met deze kaart die naar boven komt, de High Priestess. Met deze nieuwe maan in vissen die hier ligt, ja, dat is een opening, dat is een spirituele opening, portaal dat open gaat, zodanig dat jouw gaven, jouw talent kunnen gecultiveerd worden. En wat ik wel belangrijk vind ook, voor mij is nummer 2 altijd een keuzenummer. En dan ligt die onder die making a choice. Mm-hmm. Making a choice, links of rechts gaan. Dus het kan wel zijn dat velen op het pad nu zijn om een keuze te maken met betrekking tot een spirituele praktijk dat je eventueel zelf zou beginnen. Hè? Ik heb terug een keuzekaart ernaast, 2 of Pentacles. Dat is te veel aan het doen, te veel jong leren. Op materiële zijde, 2 jobs bijvoorbeeld, te veel op in de dag, te veel samen doen. Die 2 Pentacles proberen in de lucht te houden. Het is te moeilijk, er dient een keuze gemaakt te worden. 1 van deze Pentacles dient gelost te worden, zodat jij de aandacht kan zetten op die andere. En voor mij is de spiritueel geladen lezing sowieso. En ik denk dat jij je keuze dient te zetten op jouw spirituele praktijk. Meer daarop. Ik denk dat je daardoor meer gepassioneerd zult zijn. Ik denk daardoor dat je meer je visie voor jouw toekomst, dat die ook breder zal worden, meer duidelijk zal worden. Jouw inzichten voor jouw toekomst zullen daardoor ook duidelijk worden. Ik denk dat je gewoon meer in je kracht zal komen daardoor.
De King of Wands is een zeer visionaire koning. En zeer gepassioneerd, zeer creatief. Die zit daar heel veilig op zijn troon. Maar die heeft een heel duidelijk zicht waar hij heen gaat. Dat kan je enkel maar hebben doordat je hier een bepaalde keuze maakt in jouw hoogste goed, zeker op spiritueel niveau. Ik heb de Eight of Pentacles. Ik zal hem direct verklaren. Die heeft de verklaring nodig, die kaart. Voor mij kan dat zijn dat dat een obstakelkaart is. Voor mij kan het ook zijn dat jij aan het verder werken bent aan iets. Iets aan het perfectioneren in jouw leven. Ik kan nog niet direct zien wat het is. Wat ik wel zie is dat het naar nieuwe mogelijkheden leidt. Dus iets ben jij aan het perfectioneren. Misschien ben je een relatie ook aan het perfectioneren. Jij geeft niet op, je blijft doorduwen. Zodanig dat jij nieuwe, die opportunity ligt hier, nieuwe mogelijkheden voor jezelf aan het creëren bent. Ook hier, ik heb de Seven of Cups. Seven of Cups is buikgevoel gebruiken bij keuzes die jij dient te maken. Zelfs in onzekere tijden, zelfs in onduidelijkheid, vertrouwen hebben blindelings dat die middelste beker, die ene grote beker, dat is een cup of love, die beker die gevuld is met liefde, met passie, met creativiteit, maakt niet uit, kan van alles zijn, dat die voor jou is. Wat voor jou is bedoeld, je hebt die verschillende bekers, jij dient te vertrouwen blindelings, trust, vertrouwen, trust, dat jij weet vanuit jouw buikgevoel wat goed is voor jou. Fantastisch. Oké. Okay. Neem er de kaarten bij. Alright, show me that high priestess, please. Clarify that high priestess, thank you. Ja. Dat kan je niet uitvinden, hè. Dat zeg ik toch vaker. Kijk wat erop valt. De high priestess. Tweemaal. Dubbele bevestiging. Geloof mij, dat komt niet veel voor. Er zijn 72 kaarten in een deck. En als je dan twee keer dezelfde kaart op elkaar trekt, komt niet vaak voor. Dat ga ik mezelf ook niet herhalen. Het is net dezelfde boodschap. Listen to your gut. Luister naar je buikgevoel. Oké. Two of Pentacles. Clarify, please. Give me one more, please. On the Two of Pentacles. Give me one more. Thank you. And the Sun. Okay. Het kan zijn dat er bepaalde personen zeer genereus zijn nu naar jou toe. Zeker ook om jou te helpen met bepaalde zaken. Zeker in de keuze te maken eventueel. Zeker op financieel vlak zelfs eventueel. De zon ligt daaronder. Dat is prosperity. Dat is geluk. Dat is zelfs ja, vitality. Vitaal terug zijn. Maar voor mij die combinatie hier. Het zijn allemaal pentacles. Hè. Overgangsperiode ligt hier ook nogmaals. Ik denk, gelijk welke keuze jij nu maakt voor jouzelf, hè. Het is afgewogen vanuit jouw buik. Het belangrijkste is dat jullie echt wel dienen te weten, is dat jij, ik denk echt dat je ondersteund bent, dat er iemand jou ondersteunt nu momenteel ook. Het leidt gewoon algemeen naar de zon. Dus die zon, mooiste kaart van dek. Dus gelijk wat die keuze ook zal zijn voor jou, want die keuze ligt hier te veel, die komt goed. Ja, dat wil ik er gewoon meegeven. Die is beladen door de zon. Ze leidt naar een richting in jouw leven dat jij gewoon meer plezier ook zult hebben. Liefste maagd. Mooi, oké. Okay. Probeer wel evenwicht te ook hebben met de personen rond je. Dat krijg ik hier ook nog even naar boven, omdat ik hier twee keer toch die afweging heb, hè. Balans creëren in jouw relaties, evenwicht houden, evenveel geven aan iemand anders als je krijgt van iemand anders, komt hier ook nog eens naar boven. Oké, en dan creëer je gewoon succes in jouw leven. Oké, show me that Eight of Pentacles, please. Last card, show me that Eight of Pentacles. Thank you. Opnieuw de Six of Cups. Okay, give me one more, please. Six of Cups and the Eight of Pentacles. And that Emperor. Ja, jij bent op weg naar meer stabiliteit aan het creëren in jouw leven. Ik heb de King of Wands en ik heb de Emperor. Dat zijn beide energieën van
Oké, ik heb eigenlijk lang gewerkt aan iets. Ik heb mijn visie voor mijn ogen gehouden. Ik ben blijven gepassioneerd zijn. Ik heb niet opgegeven. Maar ik heb daardoor ook structuur in mijn leven teruggebracht. Want structuur is belangrijk voor mij. Dus ik heb daarvoor gezorgd door niet op te geven. Dat zei ik al, eight of pentacles. Blijven werken aan iets tot als je het eigenlijk heel goed kan. Tot als je het onder de knie hebt. Opnieuw, alle zessen zijn voor mij overgangsperiode. Dus ik denk dat jij daar ook in een overgangsperiode zat. Weet dat jij naar die emperor gaat. Die emperor, dat is de grote baas van alle koningen in de tarot. Dat is iemand die het gemaakt heeft, die op zijn troon kan zitten. Die op financieel vlak oké is. Die op materieel vlak oké is. Die alles heeft wat hij nodig heeft. Hè. Dus die transitieperiode ligt hier zo wel wat voor mij eventueel. Ook als dat belangrijk is voor jou. Maar een van de belangrijkste boodschappen blijft. Blijf toch gewoon aan vertrouwen op jouw buikgevoel nu momenteel, liefste maagd. Resoneren deze boodschappen voor jou? Dan mag je mij dat zeker laten weten door de video te liken, door eventueel een reactie na te laten. Altijd heel leuk, ik lees ze allemaal. Kan je eventueel ook altijd abonneren mocht je dit nog niet gedaan hebben, dat apprecieer ik van harte. Je kan ook op het belletje klikken, dan word je wekelijks op de hoogte gebracht van een nieuwe video. Voor nu, liefste maagd, geniet nog van het weekend. Maak er een fantastisch mooie week. En dan hopelijk zie ik jullie volgende keer. Dag!